klik er maar tussenuit wat niet goed is. Ja hoor, ik heb wel. Hi guys, so in July I got my master's and decided to celebrate it by leaving this dreary place and going to sunny Barcelona. I took along some family for support, my mother and my aunt, because it was my first time in a plane, well at least in a wheelchair. Anyway, what they do is they escort you all the way to the airplane door. There they transfer you from one wheelchair to a more narrow wheelchair. That narrow wheelchair is able to fit between the airplane seats in the corridor. So from there, they do the second transfer from that wheelchair they have in the airport, and they put you into a seat and then you can enjoy the view. Steady tower. En op het moment dat we los zijn, wat een herrie, hè? Ik zit hier heel flink te kauwen en te slikken. En ik probeer de horizon in de gaten te houden. Mijn oren klappen dicht. Ja, ik zit al helemaal dicht. Ik hoor mezelf niet meer praten. We zijn nog steeds niet los. Maar nu zijn we los. Ja, daar gaan we. Ah, dit is geweldig. De camera wordt zwaar in mijn handen, want wij gaan omhoog. En kijk maar, ik zie alleen allemaal wolken. Oh. Ik kijk alleen maar door het kleine beeldje. Dat is ook helemaal niet eng. En nou zie je, oh, wat een raar gevoel is dat met dat ding in mijn handen filmen. Ik zie namelijk Schiphol onder mij verdwijnen. Ah, wat een prachtig gezicht. Ik hoop dat weer hier te zien is. Ja, nog iets van kunnen navoelen. Nu komen die wolken en straks zien we even helemaal niks meer. Dames en heren, enkele minuten zal de richting van het stadion gezicht. Nu zien we weer even niks. Ja, daar komt hij. Ik zie het blauw. Oh, ja. Prachtig. Zie je wat? Dat heb ik erop, ja. Remco. Oh, kostelijk. Wat mooi. Nou moet je wel even wat zeggen hoor. Zeg even wat. Onder de indruk ben ik van deze architectonische schat. Prachtig park en ook prima toegankelijk. Ja, hij heeft al een zuilengang naar beneden. Geweldig, een ontspannen wandeling hier. Het is echt, het ging zo makkelijk. Oh, ik vind het zo goed. We moeten het eigenlijk van elke dag eventjes gewoon even het bloed te laten stromen. Is iemand hier natte washandjes? Ik denk dat dat van de markt zou zijn. Is er een was?
You can see the benches of the Parc Güell way up there on top of the columns, and they're difficult to get to, but in its own defense, the Parc Güell is built against a hill, but if you don't mind the climb, it's well worth it. In overall, Barcelona is very accessible, partly due to the 1992 Olympic Games. And after the Games, Barcelona continued to improve its accessibility, for instance by adding elevators, more and more elevators, to the subway system. So that's a good thing. And there we go to the market.